Hey, kijk hem. Hoi, daar zijn we, bro. Ja, man. Ja, man. Chat, daar is hij. Daar is hij, bro. Oké. Daar zijn we. Alright. Ja, daar zijn we. De Izzy is fucking muff trouwens. Deze man heeft een pittige dag gehad vandaag. Klopt, bro. Maar vertel, bro. Hoe was je dag, man? Dag was lang, bro. Dag was lang. Ik weet niet hoeveel koffie ik op heb, maar cafeïne houdt me nu staande hier. Ja. Yeah. Dus man, was een lange dag, maar ik keek hier wel naar uit. Ik had toch zoiets, tenminste, we hadden allebei zoiets van, we don't give a fuck. Ze probeerden ons een beetje te flashen. Eerst was het 11 uur, toen hebben ze het sneaky, kregen we te horen 12 uur. Volgens mij wouden ze het nog na 1 uur verplaatsen, maar dan hadden we hier ook nog gezeten. We moeten dit zien. Ja, ze zeiden op een gegeven moment wel van, nou, Izzy wil het kijken met morgen, dus we kunnen het niet nog later maken, weet je. Dus toen heeft Izzy even opgebeld, heeft gezegd, nee, Zemmets, leg maar, leg lesch, leg douche. Zit, het moet, het moet. Maar een hele goede avond ook, chat. Ja, man. Chatterino. Izzy is trouwens niet live, chat. Dus als een mod even wel zijn... Nou, ik weet, mensen kennen je waarschijnlijk wel al, maar gooi even zijn link in de chat. Volg die man sowieso. Hij speelt nog steeds alle games. Fortnite. Bro. Gewoon, Fortnite, ik kan niet eens opnoemen wat jij speelt. Jij speelt gewoon alle games. Gewoon alle games. Valt mee. Volgens mij zitten wij nu wel een beetje... Ja, ik ben nog steeds bezig met die Elden Ring. Waar ben jij eigenlijk? Je hebt hem maar uitgespeeld volgens mij, of wat? Nee, bro, ben je gek? Ik heb hem helemaal niet uitgespeeld. Nee, man, wat bedoel je uitgespeeld, bro? Uitgespeeld my ass. Waar ben je gebleven? Waar ben je gestrand? Ik ben... geen idee, bro. Op een gegeven moment dacht ik, dit is niet meer goed voor mij, man. Het is een lange tijd geleden dat ik een controller heb gesmeten, bro. Bro, ik had die clip gezien, bro. Je hebt gewoon je controller door je studio heen gegooid, man. Ik snap het. Ik heb echt... ik vind nog steeds stukjes van mijn controller, hè. Meen je niet? Ik zweer het. Soms ruim ik het hier weer op en dan vind ik ergens weer een stukje van mijn controller. Kijk dit, uitroepteken devs, bro. Ik ben 511 keer dood gegaan in Elden Ring. It is part of the job. Het hoort erbij, bro. Het hoort bij bro, die game. 511, game. Wacht even. Is het leuk als ik... Chat, is het leuk als de chat ook in beeld is of niet? Ik weet niet. Ik vind het best wel wat toevoegen altijd. Wat bij die hier in dit scherm? Ja, ik vind het best wel nice misschien wel, man. Maar dan moet je het onder de camera zetten. Ja, onder de camera inderdaad. Kijk, dat zou wel. De strijderdingen zijn nou eens ook hier, hoor. Ja, al jouw strijders zijn hier, man. Sowieso, Alvis gooit een 16 maanden link, sub, bro. Lekker, deze man. Bro. Kokende komen 5 maanden. Lekker. Donnie Seger, thanks voor de 10, bro. Dankjewel. Maar hey, thanks voor je Dead View Raid. Ook dankjewel voor de 5000 subgis. Dankjewel voor de 4 maanden, 14.000, 16.000 miljoen. Bro, wat is het? Ik lees, iemand zegt bij jou, ga je dit ook doen bij de Xbox review? Want misschien is het goed om te vertellen waarom we dit doen. Want dit zijn natuurlijk de dagen van de zogenaamde E3. Zoals velen van jullie weten, is de E3 soort van niet meer wat het was. Yeah. Althans, het is er niet meer. Dat was een show die in LA altijd werd gehouden met alle nieuwste games. Alles wat met gaming te maken heeft, gebeurde daar. Klopt. Het was voor mij ook altijd nog een soort van droom om ook een keer daar naartoe te gaan, weet je, in LA. Dat leek me gruwelijk, weet je, om zo dichtbij die nieuwe releases te zijn, om daar gewoon die vibe te voelen. Maar helaas... Door corona is dat allemaal nu veranderd. Ja, en ook dat bedrijven nu denken van fuck it, dan doen we het zelf wel. Precies, ja, dat is en het werkt. Ja, het is gewoon, ze streamen die shit. Ze zijn, chat volgens hier? Mij kost het hun ook veel minder geld. Ja, je kan die chat daar wel zetten. Maar dit zijn wel de weken van de E3, om het maar zo te noemen. Met vandaag State of Play. Volgende week heb je nog een show op donderdag uit mijn hoofd. Ik moet even die schema pakken. En inderdaad, aanstaande zondag is de Xbox live show. Ja. Maar we moeten nog even checken hoe we dat gaan doen. Of we dat zondag live gaan doen, dat weten we niet. Maar sowieso doen we een recap. Als we dat niet doen, op Pixelpraat. Ja. Ik denk niet dat die live gaat lukken, man. De Xbox, denk het niet. Ja, dus dan, maar dat dus is pas volgende week zondag, toch?
Wacht even. 12e of zo was dat. Ja, 12 juni is de Xbox Live Show dus. En dat is om 7 uur. En dan heb je om 9:30 ook de PC Game Show voor de PC-liefhebbers. Die was vorige keer wel een beetje muf, als we heel eerlijk zijn, toch? Ja, die PC die Game Show was inderdaad niet echt denderend, bro. Maar we proberen toch een beetje alles te coveren, chat. Alleen het ding is dus nu, omdat iedereen zijn eigen show heeft, gaat iedereen zelf een dag bepalen. Dat is een beetje het ding, weet je toch? Dat is niet, het is niet meer van, oké, man, E3, let's go. We gaan, ik zeg maar wat, donderdag gaan we fucking 6 uur lang allemaal shows en zo kijken. En dat is nu dus niet meer zo. Iedereen maakt een beetje zijn eigen shit. En dat maakt het wel lastig om te plannen en zo. Man. Precies. Dus dat, bro. Wacht even. Laat mij even kijken of dit ook al oké is. Ja, dit is ook naast chat. Hier is op zich, ik denk dat ik hier geen chat ga toevoegen. Dit is al wel heel erg druk. Dus hier heb ik gewoon dit. Zometeen, jullie zien het, over 21 minuten kijken wij hier mee. En ze praten nu ook over deze game, bro. Wat verwachten we hiervan, man? Stray, dit is die game waar je een kat bent. Ja, man, die heb ik veel van gezien. Het is een beetje een cyberpunk-achtige city, weet je. Dus een futuristische stad waar je met een kat soort van moet overleven. Ja, ja. We hebben alleen dit, wat je nu ziet, ervan gezien. Ja, dit lijkt ik hou wel van dit soort games. Precies. Dit precies. Is echt een. Ik hou van dit soort games, bro. Van die games waarvan je eerst denkt van, waar de fuck gaat dit eigenlijk over? Ja. Precies, I like dat. It. Weer zo'n game die ik niet ga uitspelen. Maar wel nice om af en toe even te spelen. Ja, ik denk juist dat je deze zou kunnen. Ik denk ook niet, dit zal geen game zijn die 100 uur duurt of zo, weet je? Nee, ik denk juist dat ik deze wel zou uitspelen, bro. Eerlijk gezegd. Ja. Chat, wat denken jullie? De chat gaat sowieso zeggen nee. 15 uur of zo. Ja, precies. Morgen, er speelt niks uit. Ja, ze zijn nu ook een beetje aan het... Wacht, ik kan eventjes een... Nu we toch hier nog zitten zo. Wacht even, laat mij hier even checken. Waar heb ik al die... Zijn dit de pixelpraat dingen? Ja, alright. Oké, we hebben gewoon deze en we hebben die. Want ik kan eventjes wel... Stray. Ik kan dat wel even aanzetten. Stray, gameplay, walkthrough. Chat, voor nu we toch aan het wachten zijn nog. Stray lijkt me wel een hele chille game waar je een soort puzzle solvings moet doen. Overleven met zo'n kat. Ja, man. In zo'n futuristisch-achtige stad. Dus de setting en de vibe trok me sowieso wel aan, man. Dat zag er echt heel vet uit. Zie jij nu die video, broeder? Ja. Van Stray? Mhm. Ik moet hem even aanzetten. Ja. Ik weet niet of hij... Staat hij nu aan of niet? Oh, hier. Ja, dit is hem. Hello everyone. Stray. I'm one producer at Blue 12 Studio. And today I'm going to show you more about Stray. Het is zo'n François ook die dit zo vertelt. Echt? Today I'm going to tell you about the Stray. Ja, wel Frans accent. Dit is wel lijp. Maar was deze game niet laatst ook stelt. Weet je waar mij dit intro aan doet denken? Aan The Division. In Stray, you play as a cat who has fallen inside the mysterious and forgotten city. Okay. Separated from dit ziet er wel fucking gruwelijk uit, hè? Jezus. De setting is aan, man. Hij staat nog steeds op 2022. Er staat nog niet een oorspronkelijke datum bij. Tenminste, officieel, wanneer die uitkomt. Ja. From the cat's unique point of view. Maar dit is een beetje net als Inside. Weet je dat spel Inside? Wat heette die nou? Inside? Ja, toch? Ja, Inside. Die van de zijkant. Bro, dat vond ik een van de lijpste indie games, man. Ja. Dat dit vond is een ik beetje echt zo, een vette game. Ja, daar doet dit mij aan denken. En ook die andere game. Die met dat kleine meisje. Hoe heet dat spel nou, joh? Little Nightmares? Little Nightmares, juist. Dat, maar dat zijn dat toch wel de pareltjes van de gamingwereld, man, vind ik, bro. Klopt. Echt waar. Zo van waar je op een gegeven moment ook niet eens meer weet wat de fuck je aan het doen bent. En dat je zelf een soort verhaal gaat aan. Ik hou van een game dat je hem hebt uitgespeeld en dat je daarna zo 40 video's opzoekt. Oké, this game explained. Dit en dit explained. Ja. Dat je zo nog geen ene tyfus ervan begrijpt. Ja, het ziet er wel echt ziek uit, man, dit. Ik weet niet, chat, wat vinden jullie hiervan als jullie dit zo zien?
echt heel vet, echt heel vet. Het is gewoon een game die dingen anders doet dan dat je gewend bent. Je wordt gewoon echt aan het denken gezet, je wordt verrast, je zit er gewoon helemaal in. Dat is een beetje wat ik sowieso had met Little Nightmares. Het was gewoon een soort van verrassende wendingen die die game kreeg. En van horror tot aan van wat de hel gebeurt hier. En op een hele leuke, slimme manier de puzzels oplossen om verder te komen in die level. Ja, ik vind dat heel tof. Ja, en dit zoiets is volgens mij nog geen één keer gedaan, toch? Dat je gewoon letterlijk een kat bent. Ja, er zijn volgens mij wel... Ik kan niet echt één game noemen, maar... Is er een game dat je echt letterlijk een kat bent, bro? Volgens mij wel, man. Volgens mij heb je wel iets. Maar dit, kijk dan hoe vet. Kan het mij niet herinneren. Chat, hebben jullie misschien een titel of zo? Garfield? Ja, maar echt zo. Dus echt gewoon een realistische kat. Volgens mij niet. Volgens mij niet. Game where you are an animal. Ik ga het even zoeken. Ja. Hey Dietz, dankjewel man. Centurio, Alvis, thanks nogmaals. Spongy, thanks voor je support, bro. Toegelaten. Hey, lekker man. Goeie shit, jungle voor je kabels fixen. Nice. Horsemee, dankjewel voor je 13 maanden, bro. Chat, het is nog niet begonnen trouwens. Het is nog niet begonnen. Het duurt, om 12 uur begint het. Ja. Je hebt Away, de survival game. Dat is inderdaad een survival game. Maar dan speel je niet met een kat. Dat is een andere diersoort. Ja, je hebt Maneater, dan speel je met een hai natuurlijk, die had ik ook gespeeld. Oh ja, Spirit of the North trouwens, die heb ik helemaal uitgespeeld. Dan speel je in een vos. Oké. Ja, die was ook trouwens heel tof. Dat was wel zoals als dit is soort van. Spirit of the North, ja. Die heb ik trouwens helemaal uitgespeeld. Die vond ik ook echt tof. Dat was je speelt met een vos in een mysterieuze, fictieve wereld waar je ook puzzels moest oplossen en op een hele slimme manier moest overleven. Ja, precies. Ja, man. Ja. Maar dit is uniek, bro. Kijk hoe vet ik... Sowieso die hele cyberpunk-setting spreekt mij wel echt aan. Ja, 100% man. Beetje die futuristische... Je bent zo'n katje met een droid ook, die jou helpt. Ja, echt, hè? Gruwelijk, hè? Ik ben wel echt benieuwd, man, hoe deze game gaat zijn. Ja, man. Ja, alright. Oké, ouwe. Goeie shit. Nou, dat was hem. Maar ik ben benieuwd waar de chat nou naar benieuwd is. Het is State of Play. Voor de mensen die niet weten wat is State of Play. State of Play is vanuit Sony. Dus dit is Sony hun show, zeg maar. Wat verwachten jullie, chat? Wat is tenminste, wat zou nou echt vet zijn om te zien? Wat zou nou de game zijn van... Ik zou nu een PlayStation 5 gaan kopen. Wow. Ik zou nu een PlayStation 5 kopen. Wauw, wat al gooien ze een GTA 6? Bro, ja, heb jij hem gepauzeerd? Ja. Je pauzeert hem. Wie pauzeert hem? Ik heb mijn handen op mijn hoofd, bro. Bro, pauzeer hem niet met je lul. Ja, dat zou wel kunnen, man. Die Mahlindo. Bro, stel ze gooien gewoon een GTA 6, bro. Nee, ik denk het niet, hoor. Maar stel dat. Nee, Rockstar. Heeft Rockstar iets? Nee, maar dan Rockstar is... Ja, misschien hebben ze, Rockstar. Stel dat ze een kleine soort sneak peek gooien. Of zo'n kleine sneak peek. Je weet of ze gooien opeens zo'n bam. En je ziet opeens gewoon... Holy shit, wie staat er op de cover? Zie je Mahmoud zijn kutback daar staan? Zie je jouw fucking hoofd daar ineens? Heb je een hashtag ad? Met rockstars. Ja, man. Rockstar is het. Ja, Uncharted zou ook wel vet zijn. Een nieuwe Uncharted. Dat zou ook wel heel vet weer zijn, hoor. Nieuw Uncharted. Ja, nieuw Uncharted. Ik zag wel in die leaks dat er misschien een DLC gaat komen van Resident Evil Village. Dat lijkt mij zo teringziek, want dat is bro echt waar een van de beste singleplayer games die ik ooit heb gespeeld, man. Ja, die was echt dik, die heb je echt... wel uitgespeeld, hè? Ja, bro, die game had mij helemaal vast, ouwe. Ja, een game moet jou echt vastpakken gewoon, dat je hem echt volledig uitspeelt. Ja man, echt zo. Ja, echt als, zo. Als Resident Evil dat gedaan heeft, die was vet. Ja, ik vond hem ook echt heel nice. Ja. Uncharted zou best kunnen hoor, bro. Uncharted zou best kunnen, ja. Ja. Uncharted misschien, heel misschien een kleine sneak peek van GTA, ja, maar ik denk eerlijk gezegd, het is wel ver gezocht, mede omdat Rockstar de laatste tijd een beetje hun eigen ding doen.
Lijkt me sterk. Geen first party van nou, dus geen Spider-Man, geen Uncharted, geen Wolverine. Zij, hebben ze dat gezegd? Ja, de office die zei iets met third party samenwerkingen inderdaad. Okay. Ze gaan sowieso die VR wat meer highlighten. Dus we krijgen wat meer van de PlayStation 5 VR. Maar is dat echt waar mensen op wachten nu om daar info over te krijgen? Ja bro, kijk... het zou mij geen tyfus uitmaken, maar ja, ik ben één guy. We kijken ook even naar de chat van hoe kijken mensen ernaar. Ja. De VR 2 gaat die heten. Ja, VR, PlayStation VR. Hebben mensen het echt nog over PlayStation VR als ze het hebben over VR? Ja, kijk, ik denk dat ze daarmee de VR voor de console naar een andere level willen gaan tillen. Ik ben benieuwd, 4K HDR-scherm, dat is toch best wel een prestatie, weet je. Als je content daarop kan maken, 4K en tot wel 120 fps lees ik hier. Bro, deze... OLED-display. Ja. Sorry man, deze stream is een beetje aan het laggen, bro. Ik denk dat we toch gewoon zelf, die watch together. Ja? Ik denk dat we toch... gewoon zelf aan kunnen zetten bij nu van State of Play van PlayStation. Dat is geen probleem. Als jij hem gewoon aanzet en zeg even op welke minuut jij zit. Ja, ik... State. Ja, ik denk als we hem nu aanzetten dat we sowieso allebei goed zitten, omdat hij nog niet... Ja. Even kijken. Oh, ze zijn natuurlijk al live. Ja, man. Zeg jij even, tel even af met je tijd. Hij staat bij mij hier op 11.35, 11.34, 11.33. Is hij aan het aftellen? Wat 11.31, nou? 11.30. Wat bro? Hoe zit jij op 11.30 bro? Wat leef jij in de toekomst? Ik heb nu letterlijk de YouTube channel van State of Play. Over 11 minuten gaan ze beginnen toch bro? Ja, hè? Hoezo zit ik nog op 12 minuten bro? 11, 12, 11, 10, bro, mijn internet is hier snel. Tering, ouwe, wacht even. 11, 6. Oh, maar zit je op IGN? Nee, op YouTube gewoon. Op IGN ja, of op PlayStation? Ik kijk via IGN. Ja, oké, okay. Check die van gewoon de rechtstreeks van PlayStation. Wauw, bro. Die is helemaal real, bro. Zo eens doen, bro. Die moet nu op 12 minuten staan, bro, dat kan niet. Live. Gaat hij gelijk de source. Waar is die dan, bro? Stuur me alsjeblieft die link. Gewoon die PlayStation. Gewoon PlayStation. PlayStation. Ze vindt mij zo tering irritant. Deze guy wil mij al jarenlang gewoon ontwijken. Het lukt hem niet, ja. Dat lukt hem gewoon niet. Het lukt hem niet. Al jarenlang probeert deze guy mij zo te ontwijken, gewoon om mij heen te circuleren. It's not working. Circuleren. 11.24, 11.23, 11.22, 11.21, 11.19, 11.18. Zet hem even een paar seconden terug. Zeg nu eens, waar zit je nu? 11.13, 11.12, 11.11. Zet hem nu even 2 seconden terug. Mag ik even storen, Izzy en Mork? Je kunt beter die van Twitch zelf gebruiken, die loopt nog beter. Die van Twitch? Oh, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Man heeft tering snel internet. Fucking hell, speciale event, PlayStation. Kilometer. Die zit nu op, ja, die zit op 10.32 bij mij nu. Die zit bij mij op 10.28 aan man alweer. Ja, 10.26 nu. Ja, 10.24. Nu. Ja, man. Wacht, nu is de timer gestopt bij mij. Wat lul je nou? Ik zweer het, bij mij zit hij gewoon vast. Bro, wat voor fuck. Oké, nu zit ik 10.13. 10.11. Ja, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En we moeten nog 10 minuten wachten. Ja man, oké. Dit is goed. Ja, waarom staat er overal een andere timer? Oké, ja, weet ik veel, bro. Fuck die shit. Hey, Big Bullet, thanks, bro. Sowieso snoezelaar. Dankjewel, man. Ja, thanks voor de 5000 euro donatie, man. Ja, man. Bro, ik zeg je eerlijk. PlayStation moet wel met enge dingen komen, man. Xbox is de laatste tijd op lijpe shit. Ik dacht vorige keer. Wist je nog vorig jaar?
Dat we, mm-hmm. dat, we dat dachten over, over Xbox. Want Xbox moet nu met lijpe shit komen. Maar ze hebben de laatste fucking paar maanden zo'n zieke inhaalrace gemaakt. Met allemaal studio's die ze bij zich hebben en wat dan ook. Dat ik nu zoiets heb van ja. Ze hebben het gewoon een beetje op slot nu. Het is op slot en nu moeten ze produceren. Ja, je kan, klopt. Je kan heel veel in huis hebben, maar ze moeten ze wel moeten nu met, gewoon... Klopt, wel met games komen. Kijk, PlayStation... Gooi die fucking kaart op tafel, bro. Het wordt tijd. PlayStation heeft wel die IP's, inderdaad, van Uncharted, van God of War, van Last of Us. Gooi nog een paar titels, bro. Wat heeft PlayStation nog meer? Dat was het. Nee. Nee, maar ze hebben ook nog, ze hebben die Santa Monica Studio, die natuurlijk God of War maakt. Yeah. Maar Naughty Dog, die Uncharted maakt, hebben ook andere. Hè? The Last of Us inderdaad, wat je zei. Horizon. Maar ze hebben ook Bully bijvoorbeeld, die kunnen ze ook nog een keer teruggaan. Dat is best een hele populaire game. Heb je Bully wel eens gespeeld? Ik heb vroeger wel eens gespeeld, man. Ja, ik ken dat spel. Ja, ik heb hem nooit uitgespeeld, maar het was wel een hele populaire game, weet je? Een game die heel erg geliefd is. Die zouden ze terug kunnen halen, een deel, nieuwe deel. Maar inderdaad, Ghost of Tsushima. Het zijn Ghost wel of, die... Ja. Klopt. Ja, het zijn wel die single-player games die je gewoon als single-player liefhebber graag zou willen spelen. En daarmee moet Microsoft echt gaan concurreren, man. Ze moeten echt iets gaan brengen. Ja, dingen toch? Die Starfield was één titel waar echt heel veel mensen naar uitkeken. Waaronder ik ook. Jij ook. Klopt. Maar helaas, uitgesteld naar 2023. Ja, man. Klopt, ouwe. Ja, dat is toch wel... Ergens denk ik van neem de tijd. Andere kant denk ik ook wel van dat uitstellen, bro. Op een gegeven moment... Ik wil ook gewoon wel weer nieuwe shit of zo, weet je? Gewoon... Ja. Altijd maar dat uitstellen. Ik chap even een banaan, bro. Dat is belangrijk voordat we beginnen. Ja, chap. Maar Ratchet & Clank is ook een hele belangrijke game ook. Een hele toffe platform game. Die echt geniaal. Ratchet & Clank heeft voor mij wel echt... die next-gen beleving gegeven qua animatie. Qua hoe snel alles vloeiend door elkaar heen ging. Van de ene wereld naar de andere wereld. Ik voelde me echt gewoon weer zo'n guy die... Die echt voor het eerst weer iets ervaarde die hij nooit heeft ervaren, zeg maar, met hoe die game in elkaar zit, man. Echt alsof je weer voor het eerst een PlayStation 1 hebt gespeeld. Weet je, die eerste keer dat je die PlayStation 1 aanraakte. Ja. Zo'n gevoel gaf Ratchet & Clank mij. En dat, dan zeg ik best wel veel, die weet nieuwste. Je, ja, man. Die was zo gruwelijk mooi gemaakt, man. Je ging gewoon instant, je had allemaal van die teleportachtige portals, weet je. Die ging in een portal. En dan kwam je gelijk instant in een heel nieuwe level, nieuwe wereld. En dan ging je weer in een portal, kwam je weer in een andere... En dat ging seamless, dus zonder laadscherm, zonder... Hele game. Heel die game zo, ja. Wow. Man, dat spel was... Dat ja, is wel dat gestoord, een beleving, man. Het was echt insane qua ervaring. Ik vond dat zo tof, zo tof. Ja, dat is wel heel ziek. Hebben mensen dat ook in de chat? Ik heb die game niet gespeeld, hou, maar... Ja, ik weet niet. Wie in de chat heeft die allemaal gespeeld? En klopt wat Issy zegt? Of is hij aan het lullen? En wat... kijk, wat Microsoft... Deze guy gaat verifiëren of dit verhaal klopt. Bro! Bro, als er één iemand is die ik vertrouw met verhalen over games, ben jij het wel, bro. Ja, toch, bro. Ja, bro. Daarom, die vampire game. Deze en guy belt me laatst op. Hij belt me laatst op. Yo, Izzy, heb je die nieuwe Vampire Swanson game? Bro, de beste game die ik ooit heb gespeeld. Echt, ik snap jouw smaak. Ja, hou je bek, bro. Niet normaal. Alleen maar omdat je die hashtag ad hebt gekregen, bro. Echt niet normaal, bro. Wie zegt dat het beste game? Jij! Oh my god. Bro, ik heb jou geappt. Blijf voor jezelf, bro. Ik heb jou geappt, bro. Ik zeg, hey bro, ik zie dat jij ook een hashtag ad moet doen. Ik zeg je eerlijk, man. Die game is het hem niet, ouwe. Die game is het niet. Dat is het niet, bro. Echt waar. Oh my god. Jij bent echt een klootzak. Ik maak een grapje. Maar dat waardeer ik ook aan jou. Ik denk dat we daarin wel hetzelfde. Of het nou een hashtag ad is of niet. Ik ben gewoon eerlijk, bro. Als het niet goed is, is het niet goed. Klaar, ja, weet man. Je. En dat is wel wat ik probeer te waarborgen ten alle tijden, man. Ja, man. Dus, ja, man. Maar wat... Wacht even, bro. Voordat ik een paar... smacks ga uitdelen. Dank jullie wel voor de red. Gustavo, thanks, bro. Maar
Oké, chat, ik zie het. Ik snap het. Thanks. Jongens, dank jullie wel. Dank jullie wel, thanks. Gustavo, begin fucking chat op te voeden, bro. Als je naar een andere fucking streamer komt, zeg niet dat één guy 40.000 fucking berichten moet sturen. Ja, je bent een goede gast. Ik hou van jou. Voed ze een beetje op, bro. Goddammit. Ja, neem het even aan van mij. Voordat ze opeens die promatie al rondom hun oren krijgen. Je weet, hè, je was er vanmiddag ook bij. Je was er vanmiddag ook bij tijdens die unban shit. Pak ze aan, bro. Hé, dankjewel, man. Fijne avond. Fijne avond. Je weet, ik bedoel het goed, ja? Alright. Thanks, ja, man. Dankjewel voor de raid, bro. Dankjewel. Maar wat mij wel opvalt, bro, is dat wat Microsoft nu heel erg aan het doen is met hun games. Is gewoon mijn gevoel. Is ze zijn heel erg met die Unreal Engine 5 bezig. Hè? Ze komen met Hellblade Unreal Engine 5. Die Gears game die van hun Gears of War is echt een grote titel voor Microsoft Xbox. Maar ook ik heb wel het gevoel dat die gewoon door de jaren heen dood is gebloed, bro. Nee, ja, ik vond ze wel. Ik zeg je eerlijk, die laatste Gears 5 vond ik wel vet. De story campaign. Ja. Ik weet nog dat hoe heet die guy nou die geband is op Twitch, die grote Dr. Disrespect. Ja, die guy. Die had best wel veel nog die multiplayer geracht, volgens mij. En volgens mij was het ook best wel populair. Maar ik heb Gears nooit gespeeld om de multiplayer. De singleplayer is wel echt bruut. Ja. Maar ook die gaan ze dus in de nieuwe Unreal Engine 5. En daar zijn ze vooral nu mee bezig. Hè? Van kijk, we zijn bezig met de nieuwste engine. We hebben al die studio's. Maar laat het zien. Ja, precies. Daar heb je wel gelijk in. Maak het tastbaar, bro. Maak het tastbaar. Ik wil die game gewoon zien, voelen, spelen. Klop. Geef een demo of iets. Je bent zo'n soort van continu aan het verbeteren en dingen binnen aan het halen. Maar wanneer mogen wij daar een paar van die vruchtjes van eten? Wanneer mogen wij zo denken, aight, oké. Oké, ziek. Geef me deze game. Geef me deze game. Ja, man. Ja, man. Klopt. Ja. Dat moet gaan gebeuren. En ze hebben de studio's nu, denk ik. Dus... Ja. Alles. Yeah, Microsoft is daarin wel nu gewoon wel echt de... Dus misschien niet de mening die iedereen deelt, maar Microsoft voelt voor mij nu wel gewoon als de grote speler, bro. Tussen Sony en Microsoft, voor mijn gevoel, is het wel dat Sony nu wel jarenlang natuurlijk al die gekke exclusives had. En dat is wat iedereen ook altijd zei, van hey, ja man, maar ja, PlayStation en die exclusives, PlayStation en die exclusives. Maar nu veranderde dat heel hard, omdat Microsoft gewoon hoerenveel geld er tegenaan heeft gesmeten. Ja. En al die studio's heeft opgekocht. Klopt. Ja, ik maak me wel aan de ene kant klopt wat je zegt, maar Microsoft heeft wel een toekomstperspectief waar ze alles naar de streamingplatform... Dat is hun doel. Zij willen eigenlijk... Ja. De filosofie is dat een console... Een specifieke console, of nou de Xbox Series X is, of de Xbox Series S, die kleine model, dat niet meer relevant moet zijn. Zij willen gewoon dat jij kan gamen waar jij maar wilt, waar jij maar bent. Ja, en een abonnement inderdaad. Juist, dat is hun focus. En daar maak ik mij, weet je, wat gaan maar ze dat doen? Maar dat klopt ook wel. Is dat een... Ja, nee, maar dat klopt. Ik snap jouw twijfel daarin. Nog even snel, want... Dat is sowieso wel waar alles een beetje naartoe gaat. Qua het hebben van films nog thuis. En noem het maar op, we huren alles, bro. Die term die je steeds meer langs ziet komen van own nothing and be happy. Je huurt je woning, je huurt je films, je huurt je fucking auto. Je huurt zelfs nu je games, je console bijna misschien straks. Krijg je gewoon in een abonnement. Als jij Game Pass... een abonnement krijgt, boom. Misschien krijg je op een gegeven moment wel, je krijgt nu een Xbox erbij, maar die moet je wel aan het eind, moet je hem terug inleveren. Maar goed. Ja. We zien het wel, man. We zien het wel. 15 seconden. Is zijn laatste woorden. Gooi nog laatste iets voordat we nu beginnen met GTA 6. Hoe meer oorlog zij met elkaar voeren, hoe beter het voor ons is. Hoe meer content, hoe meer games. Dus laat ze lekker gaan strijden, Sony of Microsoft. En nu gaan we, man. Laten we State of Play gaan checken, joh. Yes. Let's go. World Premiere. Gooide jij die naam? Zat die in de... World Premiere. Ik heb niks gezegd, bro. Dat zat in die... Ja, bro. Die 2023 gaat ons sowieso kapot maken. Gaan we gelijk naar 23. Ja, gelijk.
Oeh. Oeh, gitaar, bro. Oeh. Oh, shit. Oeh. Iets met... Oeh, baby! Oh! Oh. Wat? Hè? Hier? Under Wonder Roost. I've located Baby Eagle. Resident Evil 4 Remaster of zo. Moet wel. Remake. Ik wilde zeggen Red Dead, bro. Maar ja. Ik zweer het, ze hadden mij. Ja, 3 hebben ze geremaked. Ja. 4 gaan ze dan ook remaken, oké. Okay. Ja, heel ziek. De remakes zijn wel gruwelijk hoor, van Resident Evil so far. Bro, de Resident Evil remakes zijn echt de beste, een van de beste tot nu toe. Ja, 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 eens, eens. Guess you, me. Deze keer co-op ook. Echt? Ja bro, de Resident Evil 4 was een co-op. Oh shit, ja man. Tering moeilijk was die. Ja. Ja, man. Bro, deze moeten we samen spelen. Ja, broeder. Ja, broeder. Dit wordt hem. It begins now. Remaster. Oh, was dat 5? Volgens mij heeft Mick gelijk. Was dat 5? Oh, kut. In Afrika was dat. Ja, 5 in Afrika. Klopt. Oh, 4 kan je niet met elkaar? This time, volgens mij is dit niet co-op. It can be different. Ah, wat een kut game, bro. It has to. Ja, hij komt wel pas in 2023, bro. Als we dan nog, als de wereld dan nog bestaat. Bro, dan hebben ze die 5 ook alweer geremaked. Ja, ja, je had gelijk, bro. VR content, daar hebben ze het nu over inderdaad. Oké. Okay. Resident Evil 4 was ook cool. Wel cool, ja, ik weet het even niet meer. Ik weet het even niet meer. 4, ik weet dat... Resident Evil 4, coming to PS5 with PlayStation VR 2 content also in development. Now let's get a sneak peek at 4 games in development for PlayStation VR 2. VR, Village in VR. Bro, Village, bro. Ik heb, ik, ach... Hij baby! Is let's take a look at him. Heel ziek. Ah, well, Ethan Winters. Bro, oeh. You escaped. Ik wil dat zij mij wurgt, bro. Let's see how special you are. Je hebt een ladder, bro, nodig, broeder. Een ladder. Echt zo. Zo, bro. Deze game was zo ongelooflijk ziek. Er komt een enge echt DLC, echt man. Echt. Moet wel. Dit is VR 2. Ze hebben het hier nog wel alleen over VR 2. Dus ik hoop niet dat het alleen over VR 2 gaat. Teringleier. Wat een sukkel ben je ook, hè? Man, blood. Oh, careful what you wish for. Wat een sukkel ben je ook, ouwe. Zo, ik zou deze game nooit van mijn leven in VR spelen, man. Je wordt gek. Je wordt gek als je dit in VR speelt. Echt nooit van mijn leven. Ja, we hebben allebei die VR-sickness, bro. Dat is echt ruk, man. Dat je ziek misselijk wordt. Dat is zo jammer van VR, man. Klopt, echt. Man. Klopt. Nee, het is niks voor mij, man. You, of all people. Have the audacity to question me? Is dit niet die wij laatst hadden gespeeld, Dying Light? Ja. Ook in VR, wat ziek joh. Alles gaat naar VR. Ja bro. Man. Dying Light. Like a demon in the night. What have you done to ensure the future of this forsaken city? You, who have brought nothing but chaos. Is dat zo, Kaak? Sick, al. Ja, klopt. Klopt, man. We zijn sowieso op die dick suckings, man. Maar waarom zijn we afgehaakt, bro? Waarom? Wat, er is iets wat die game niet goed doet. Waarom schreeuw je, bro?
Dat is mijn car. Jezus. Waarom word je gelijk boos? Het is niet eens Dying Light. It's Walking Dead Retribution. Wat is dit voor kut game, bro? Weg met deze shit. Weer zo'n Dying Light lookalike bullshit. Oprotten. The fuck yeet it and delete it, chat. Ja, get the fuck out of here. Hey. Oh, bro. No Man's Sky? Of is dit... Is dit No Man's Sky? Dit moet No Man's Sky zijn. Die blijven ze ook maar... Oh ja, dit is zeker No Man's Sky. Volgens mij is mijn stream nu tering pixelated. Maar dat is wel een zieke game voor in VR, hoor. No Man's Sky in VR is wel echt iets zieks, hoor, bro. Dat is wel para, ja. Exploring the galaxy in VR. Ja, maar hey, No Man's Sky, bro. Ik zeg je eerlijk, dat is een van de weinige games die het gewoon tering hard weer heeft om kunnen draaien. Ze hebben natuurlijk een van de weinige games die 100 jaar erover heeft gedaan om een beetje normaal over te komen. Klopt, waarom ben je nog steeds boos? Grapje is ik over. There. Nee joh, welk grapje. Oh. Where are you taking me? Wat is dit? Dit is VR. Oh. Dit is Horizon. Horizon, VR. Ja, Horizon. Everyone says Reyes is a good shot. Nee, maar klopt bro. Heb jij deze games gespeeld? Ik ben in die playthrough gestopt van dit deel, man. Waarom? Deel hiervoor dat ik uit... Het is best... Ja, het is een prachtige game, bro. Horizon Forbidden West is een prachtige game. Maar het is wel weer een beetje... de probleem wat Assassin's Creed ook heeft. Weet wel je wel? Wel een beetje dezelfde shit. Ja, man. Dat is... Op een gegeven moment wordt het meer van hetzelfde. Wel in een prachtige wereld. Ja. Maar... dit lijkt me wel vet trouwens om te proberen in VR, man. Ja, man. Het ziet er wel echt ziek uit. Zou je willen dat VR zo ver gaat dat, dat je echt iets thuis zou hebben? Dat bijvoorbeeld als jij zo klimt, je hebt een zo'n pak aan, dat jij klimt en dat echt je armen gewoon tering zwaar krijgen op een gegeven moment. Dat zou vet zijn. En als jij je skills in-game dus verbetert, dat dus ook minder zwaar wordt in-game en zo. Dat soort shit. Of dat je inderdaad zo'n pijl en boog zo moet trekken. In het begin is die tering zwaar. Ja. Je spieren spannen zo aan. Dat soort dingen komt toch wel ooit, man. Echt waar. Ja, maar je hebt al bijvoorbeeld zo'n loopband waar je op staat. Ja. Waardoor je ook echt loopt in die wereld. Dan ben je ook gelijk al van die motion sickness. Want ik ben een keer naar een VR-hall gegaan. Ja, dat is prima. Dat is prima. Dan is er niks aan de hand. Klopt. Dat is prima, bro. Dat is 100% prima. Ja, gruwelijk, dat zou echt sick zijn. Narrative at Guerrilla. I hope you enjoyed your first look at Horizon Call of the Mountain. Coming exclusively. Maar eerlijk is eerlijk, dat zou je dan misschien een paar uurtjes doen, maar dat zou je niet elke dag doen. Nee. Toch? Je wilt nog steeds een controller of een muis en toetsenbord waar je gewoon je game mee doet. Ja, man. Major update. Ja, de game ziet er wel echt gestoord uit, bro. Ik denk als je deze game op de bank op een 55-inch 4K TV speelt, weet je niet wat je meemaakt, man. Met zo'n gekke headset op. Het is gruwelijk. En zo'n fucking dik pump 3000 op je lul. Volgens mij heb je dan niks meer nodig in leven. Bro, je komt je fucking woning niet meer uit. Wat ik wou zeggen trouwens, bro, over zo'n VR-headset. Hoe vet zal het zijn dat je gewoon die headset opzet en dat je gewoon een big-ass soort van bijna bioscoopscherm, of tenminste, weet ik wel, laat ik zeggen, 80-inch scherm voor je ziet in 4K 120 hertz. Maar dat je gewoon dat heb je toch? Dat heb je toch heb wel? Je ja, je hebt volgens mij in... Ja, oh, ik weet niet of je daar je game op kan spelen, maar ik weet wel dat je daar gewoon... Sacrificing hey, Insomniac. So ja, dat zou wel fucking ziek zijn. Hey! Spidey! Een Spider-Man, bro! Oeh, wie van jullie zei dat er geen Spidey uit zou komen? Of is dit er al eentje? Nee, toch? Ik heb ze allemaal gespeeld, maar ik weet niet wat ik nu zie. Wauw. Is dit Miles Morales? Nee, dit is gewoon de originele Spidey. Dit is Miles Morales. Oh, dit is gewoon de originele, oké. Misschien een update? Remastered.
Wat? Oké. Spider-Man Remastered. Okay. Wat is dit dus? Ja, ze hebben hem denk ik helemaal remastered. Bro. Hey. Straight. Het gaat snel, man, bro. Jezus, we hebben geen tijd om dingen te praten. Komt zo meteen wel weer. Fucking ademen. Ja, dit wordt een lijpe game, hoor. Oh, hey. Coming to PC was het. Sorry. Ja, bro. Het gaat soms zo tering snel dat ik het niet eens zie, man. Ja, dus wat ze nu laten zien, er zijn ook games die ook gewoon op de PC komen. Uitkomen, bijvoorbeeld. Klopt, Sophie Melfzink. Wel een interessante game dit. Ik ben wel echt benieuwd naar deze game. Echt heel benieuwd. Dit is echt wel een goede late night game, bro. Jezus. Echt? Echt waar, man. Holy shit. Ik heb gelijk zin om een kat in huis te halen als ik dit zie. Ja, en dan je leven te haten als je een week daarna overal kattenharen vindt. Dat klopt. 19 juli. Hey, wat, welk jaar? 19 juli ja, al? Nu. Ja, 2022. Bro, jeetje, dat is fucking snel. Dat is volgende maand. Ah, het is wel alleen op PlayStation. Dat is wel fucked up, want ik heb niet eens een PlayStation 5. Maar hij komt op de PlayStation Plus. Je kan hem op de PlayStation 4 spelen. Ah, oké. Okay. Ja, op zich. Ik denk dat het wel zelfde shit zou kunnen zijn. Oeh, wat is dit? Sci-fi. Zo, oké. Futuristic. Strike distance. Oh. Lost Planet. Take a look outside. De remake natuurlijk. Tenminste, Lost Planet. Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Lost Planet? Nee. Just like you would have been if I hadn't. Fished you out of that wreck. Ja, Lost Planet is. Is een remake dit sowieso. Theorie, jeetje. Oké, dit ziet er wel fucking gestoord uit, man. Die horror sci-fi game. Er zijn een paar delen van. Dead Space, Quentin. Ja, Dead Space. Is dit Dead Space? Ja, man. De remake die zou uitkomen. Gruwelijk, man. Jeetje, bro. Dit ziet er echt gestoord uit. Nee, man. Ik heb er wel vaker iets over gehoord. Ik ben jaloers op jou, bro. Dat je dit... Hij is gruwelijk, bro. Ja? Ja. Jeetje, bro. Kijk hoe dat eruit ziet. Dat is wat ziek, bro. Dit is een hele enge remake. Dat is een lijp verhaal, hoor. Ja. Hij is echt top. I just love that. Nee, is echt goed. Is het een beetje Resident Evil in space? Ja. Ish? Ja. Qua niet veel kogels hebben, snel doodgaan, dat soort shit. Oké, dat is wel heel ziek, man. Ja. Ik ga deze zeker opnieuw spelen, man. Zeker. Ja. Wat? Bro, waar heb jij het over? Waar heb jij het over? Dead Space my ass! Dit is Dead Space. Dead Space zegt deze man. Jezus. Je bent moe, hè? Je bent moe. Beter speel je deze gekke arcadehal game. Oh my god. Guys, zeg gewoon Dead Space. Ik ben jaloers. Stering vet. Kijk maar, hier heb ik ooit gelopen. Bam, Callisto Project. Tering. Maar de chat dacht ook dat het Dead Space was. Bro, of Lost Planet. Fucking veel Dead Space, bro. Jezus. Hoe kan dit? Ze hebben me genaaid. Oh my god. Is hij echt waar, man? Dit kan echt niet.
val hier helemaal door de mand, joh. Wauw, maar ook gewoon, het kwam zo Eerlijk. Langzaam in beeld en je was zo stil. Je was zo stil. Je was zo aan het kijken van, hé, hey, beter staat er soort van een nieuwe Dead Space of zo. Eerlijk, iedereen in de chat die Dead Space heeft gespeeld... Dit gaat niemand spelen. Dead Space was. Maar er komt een Dead Space remake. Dat was mijn hele fucking... wat was dat net eigenlijk? Dat is gemaakt door de makers van Dead Space. GTA 1 volgens mij. Oh, shit. Callisto the Project. Precies, Quentin. Precies. Ik was... Wat is dit? Captured on PlayStation 4. Deze gaat niemand spelen. Dit is eentje die je zo gratis krijgt bij je PlayStation abonnement. En dat je hem downloadt en nooit speelt. Anime hack and slash. Ja. Yeah. Ik weet het niet, bro. Misschien, I don't know. Ja, hij houdt niet van dit soort games. Oh, de Callisto Protocol. Ah, omdat gewoon veel van deze games zelf de shit zijn, man. Ja, wel, dat is waar. Maar dit ziet er best lijp uit. Hier. Man heeft gewoon zo'n tentakellul. Een tentakel, ik wou net zeggen, bro. Aan zijn arm zelfs ook. Wow. Wat dit soort games vind, dat ze vaak heel langdradig zijn in het verhaalvertelling ook vooral. Ja, ik zou dit nooit van mijn leven spelen, bro. Vroeger misschien bij een... omgebouwde Xbox, dat ik 40 van deze games erbij kreeg. En dat je dan allemaal gaat proberen en geen eentje leuk vindt. Zo, die demo discs. Ja, al die troep gewoon. Hey, Super Bramsco, dankjewel bro. Je bent heel de donos aan het gooien, maar ik heb die shit uitgezet, man. Dank jullie wel, chat. Ik kom zo meteen terug op al jullie dingetjes. Thanks, echt waar. Let's check back in with Capcom for a new look at an upcoming heavy hitter. Oh, Capcom, Resident Evil Village, gooi iets op ons, iets nieuws. DLC'tje of zo, iets gruwelijks. Oei, dit is geen... Dit is Dead Space. Dit is de nieuwe GTA 6, bro. Wacht, is dit niet... hoe heet die fucking... Bro, dit is GTA 5 die wederom opnieuw weer uit wordt gebracht. Bro, is dit niet zo'n gekke game waar je zo'n beetje... Street Fighter, bro, dit is Street Fighter. Echt? Ja, er komt een nieuwe Street Fighter. This ik ga niks zeggen nu. Oh. Dan ga ik weer zeggen, ja, dit is Street Fighter. Opeens is het Tekken. Tekken te zijn. You ready to begin? If you want to start off on the right foot in this city, ja, dit is wel cool, man. Open world Street Fighter, bro. Of niet? Is dit echt een open world Street Fighter? Het is een open world street. Dit is geen Street Fighter, bro. Ja, wel, how you kid, zegt hij. Wat is dit? Street Fighter is... Ja, wel, dit is Street Fighter, maar dan... Oh, dit is 100% Street Fighter. Ja. Hoe heet ze ook weer? Chun-Li? Chun-Li, ja. Heel goed. Ken je nog die... Yoga. Yoda Flame. Yoga Fire. Tiger Uppercut. Tiger Punch. Ja, Dalsim. Of dan gooi even de hap tap tap dat doek. Of die slow-mo dat je zo verliest. Ryu. Oh, you could. Sonic Boom. Ik vond die tracks veel beter als dit, man. Ja. Hey, maar safe wel. Gekke trappen, bro. Oei, wie is deze Eddie Gordo van Street Fighter? Waar je twee knopjes hoeft te drukken. Echt zo. Zo. Ja, weet je, met Street Fighter, oh, nice. Man. Net als Mortal Kombat. Nog steeds gewoon tering dik, maar het is wel gewoon weer een fight game. En dan denk je, ja, hoeveel zullen ze daarin soort van innoveren? Hoeft niet altijd natuurlijk, ja. Maar wat is er dan nieuw?
nieuwe characters, nieuwe combos, nieuwe levels. Street Fighter Ultimate Smash X Plus Second Combo X. Weet ik veel. Weet toch, ze verzinnen altijd zo'n nieuwe titel. Hier in Nederland vooral is dit niet heel erg populair, maar bro, in Azië vreten dit op nu. De mensen lopen nu te gillen. Hè, daar. Die zitten gewoon zo... Ah, TC, dankjewel. We zijn bij deze gecanceld, mensen. Dankjewel. We zien jullie volgend jaar. Als ik nog een baan krijg. Ergens. Ik begrijp wat ik bedoel. Gewoon vrouwen die schreeuwen. Grapje, bro. Ik maak wel geintjes. Ja. Maak het maar goed. Snel. Maak het snel goed. Cancel Lizzie. Waarom gelijk zo, bro? Waarom? Pas op. Hey, wat is dit? Snel, praat over een andere game. Hey, mijn telefoon gaat over, man. What the fuck? Serieus? Was dit niet die game die jij bedoelde? Je bent een vosje of een wolfje. Dit is een game die al uit is gekomen. Dit is niet nieuw. Dit is die third party waar ze het volgens mij over hadden. Oh ja, game die. Die is uit gekomen waarschijnlijk. Tunic, die is al uit. Tunic. Schijnt een hele toffe te zijn. Die komt dus naar de PlayStation. Dit ziet er wel geinig uit. Ik zou het wel spelen, maar zo voor 10 minuten. En dan denk ik, uit. Oh shit. Hey. Oh shit, bro. Wat is dit, bro? Deze fietssimulator. To make it real for people in the future. Ik hou van dit soort graphics. And we asked her about traveling alone. Nu moet de game nog goed zijn. Dit is ziek. Weet je waar deze aan mij doet denken? The Journey. PlayStation ook is die. Met zo'n poppetje in zo'n gewaad. Maar dan geen foto's. Ken je die, The Journey? Ja. Zo'n lange... Heb ik nooit gespeeld trouwens. Is dat niet in die woestijn? Ja toch? Man, fucking gruwelijk is die, bro. Echt nice. Ja? Ja, is echt leuk. Die heb ik nooit gespeeld. Oeh. Klaar. Beetje wet painting-achtig dit. Ja. Dat doet juffrouw Aniek daar ineens. Graphics lijken een beetje op die van Zelda, man. Breath of the Wild. Ja, yeah. Een beetje. Yes. Kijk dan. Echt. Is it going? Maar wat is dit? Is it gone? Op een gegeven moment krijg je ook zo'n... zo'n racefiets. En dan ga je zo tering irritant over de auto weg ga je fietsen. Season. Ja, op zich wel een leuke vibe. Een zweverige game. Maar goed, oké. Kan misschien leuk zijn. Moeten we meer van zien. Final Fantasy 16 producer no Yoshida desu. Dit is jouw moment, bro. Final Fantasy. Final Fantasy. Zo speel jij elke Final Fantasy. Bro, beste games ooit gemaakt. Hashtag ass. Ja, tuurlijk. Je hebt Nacon op je arm en je hoofd getatoeëerd. Maar achter ik heb zo'n Nacon. Heb je nou een platte hand op je achterhoofd gekregen? Maar is het een nieuwe Final Fantasy of? Weet ik niet. Ik hou de cijfers niet meer bij. Final Fantasy X, IV, 6, 15, weet ik niet meer. Zo ook, man. Oh, de trailer. Oké. Wist je nog die ene rare Final Fantasy dat ze zo'n boyband in een auto of zo? Ik snapte daar niks van, bro. Ja. Wat was dat opeens voor Final Fantasy? Zo'n open world-achtig, was Final Fantasy 7 was dat? Ik snapte daar geen tyfus van. Nee, niet 7. Er zijn zoveel games uitgekomen. Dit is weer zoiets van... Ligt eraan. Ik vind het tof om te spelen, ik vind de actie vet, ik vind altijd de summonings, je kan allerlei powers gebruiken, maar het verhaal, bro, ik weet echt niet meer waar het over gaat. Nee, man. Echt niet. Het is te complex. Klopt. Maar gaat het verhaal nog door vanaf Final Fantasy 1? Nee, toch? Het linkt wel steeds met elkaar en het zijn allemaal universums waar het afspeelt en verschillende characters, maar ik volg er geen ene reet meer van. Maar dit soort gameplay, ik vind dat best wel tof.
De gameplay is zo. Ik bedoel, dit is gewoon Final Fantasy shit. Ja. Is wel nice. Maar ja, blijft wel hoeren moeilijk, bro. Klopt. Het verhaal is echt insane. Hey. Dit verhaal heeft dezelfde complexiteit als Kingdom Hearts. Ik weet niet of je Kingdom Hearts kent. Dus heb je ook zoveel delen. Ik ken hem wel, maar niet gespeeld. Het is ook echt een hele leuke game. Maar dat verhaal is niet te volgen, man. Dat is niet te volgen. Ik weet niet waar het over gaat. Het is nog ingewikkelder dan Souls games. Ja, precies. Echt. Echt? Nog ingewikkelder dan Souls games? Ja, Jezus. Echt waar. Ik zweer het je. Het is echt niet te volgen, man. Kingdom Hearts is zeker cool, ja, man. Ja, Final Fantasy 8 is een van de games die ik het meest heb gespeeld op de PlayStation 1. Dat vond ik zo'n fucking teringharde game, bro. Dat was echt ziek, man. Ja. En die animaties, die CGI cutscenes zijn echt niet normaal mooi. Ja, man, 100%. Final Fantasy games. Wat is dit? Oh, Ifrit! What the fuck? Zit Ifrit nog steeds in elke game? Ja, bro. Ifrit. Ifrit is echt een fucking baas, bro. Ifrit. Ifrit. Child of fate. Maar ja, het is voor mij weer nog te complex inderdaad, man. Ik zou niet zomaar weer in een Final Fantasy game kunnen duiken. Ja. Tot nu toe buiten de cut game matig, ja. Ja. Zomer 2023, ja. Ik zou ook niet de laatste Final Fantasy game die ik heb uitgespeeld, Final Fantasy 14. Nee, die remake was dat. Maar het is... Dat was het. Dat was hem. Dat was het, bro. Oh, man. Alright. Ja, een half uur, hè? Wow. That's it. That's it. Dat kan het niet zijn. Het is het. Wauw. Net als bij Marvel, dat je nog een laatste sneak peek krijgt of iets. Nou. Ja. Dat was het echt, bro. That's it. Ik lees ook in de chat Stray. Ik denk, ik weet niet wat jij vindt, maar die heeft denk ik wel de meeste indruk gemaakt, man. Ja, Stray, voor de rest geen Resident Evil DLC. Nee. Geen, wat wel eigenlijk? Niks over GTA, niks over inderdaad nieuwe Spider-Man, dat soort shit. Gewoon alleen maar beetje VR. Ook niet eens dat ik denk, wow, ze hebben echt zoveel zieke shit gepusht op VR of zo. En wat ik ook vervelend vind, bro, die Spider-Man. Even terug naar Spider-Man, hebben ze al een soort van... geüpdate naar 60 fps voor de PlayStation 5. Ze hadden hem al wat smoother gemaakt. Ze hadden ook de laadschermen, die had je ook niet meer. En dan komen ze weer met nog een remake daarvan. Ja. Ja, I don't know, man. Maar ik moet zeggen, die Callisto Project of zo, die is, waarvan ik dacht dat het Dead Space was. Hey. Klopt. Die zag er wel nice uit, man. Eerlijk. Die zag er op zich wel nice uit, klopt. Dat was wel een toffe game. En ik lees hier Stray van natuurlijk Rachel wel. Gaming, ja, dat het van dezelfde makers is van Dead Space. Dat was ook de verwarring, want ik zag inderdaad de uitgever. Ja. En het, bro, het is echt... Check een keer als je tijd hebt Dead Space, een trailer daarvan. En dan begrijp je waarom ik dacht, mede omdat ik ook wist dat een remake komt. En ze gaan volgens mij alle drie remaken. Ja. Waarom ik me daarin vergiste. Nee, maar, geen stress, bro. Maar oké, als we het even opsommen. Ze hebben het eerste deel... waar begonnen ze ook weer mee? Ze begonnen met Resident Evil. Resident Evil 4 Remake ook. Toch? Daar begonnen ze mee, of niet? Ja. Dus ze beginnen de show al met een remake. Dat vond ik eigenlijk al vreemd. Maar goed. Ja. Dus ze beginnen... ze beginnen dus de show met een remake. En dan daarna laat ze wat shit over VR zien. Dus dit komt naar VR. En dan was er nog volgens mij nog een paar remakejes. Resident Evil VR, al die shit. Die Callisto, Stray was inderdaad nice. Toen een paar andere bout games waar niemand een fuck om geeft.
Zoals die fucking shooter op rolschaatsen en zo. Tenminste, denk ik. En daarna was er... Ja. Ik weet het niet, bro. Ik weet, eigenlijk heeft... Ja, alleen die de Callisto vond ik wel nice. En die Stray, that's it. Klopt. Ja, weet je wat ik vind van dit soort dingen? Kijk, ze kondigen dit aan... Ook nog eens in een periode van waar ongeveer de E3 zou plaatsvinden. En dan kom je met sorry, ik ben niet iemand die echt zoveel verwachtingen heeft. Ja. Maar trouwens, die Callisto Protocol was al... Ik zit even te kijken. In 2020 hadden we daar ook al beeld van. Dus het is niet dat we nu iets exclusief hebben gezien van die Callisto Protocol. Ja. Weet je, dus weet je, dan denk ik echt bij mezelf van... Wacht dan gewoon totdat je echt iets hebt. Want we zitten nu in de zomerperiode, weet je. Je gaat nu richting straks de winter. En dan heb je wat verwachtingen qua wat komt er nou uit. Wacht dan totdat je bijvoorbeeld een goede trailer hebt van God of War. Ja, ja, klopt. En misschien inderdaad een Uncharted of iets wat uitkomt. Klopt. En daarbij met dit soort remakes, et cetera, die erbij laat zien. Weet je... Doe dan niet zo'n show, want ja. je gaat hoe dan ook verwachtingen creëren. En dan zie je dit, dan denk je, ja, Stray hebben we al gezien. Je liet net al een trailer daarvan zien. Ja, wat heb je nou nieuw gezien van Stray? Ja. Maar jullie zeiden toch dat er geen grote announcements werden? Nou ja, mensen zeiden dat het inderdaad iets van, hoe heet het, van de B-studio's zou zijn. Maar dat vind ik dan ook wel grappig dat dan sowieso best wel veel over remakes gaat en over VR. En niet zozeer gewoon knallers van, oké, dit zijn niet de main IP's, maar voor de rest zijn het gewoon hier en daar wat gamepies die gewoon uitkomen. Ja. Wordt niet geschreven door PlayStation, zelf van tevoren wat te laten zien en sommige dingen kunnen niet veel langer wachten. Ja, maar ik bedoel, dit is wel de periode rond... Tenzij ze nog met iets nieuws komen. Maar dit is wel de periode rondom E3, toch, chat? Ik bedoel, uiteindelijk... Ja. E3 is wel de plek om te knallen. Om wel echt gewoon dingen te laten zien. En ik weet niet wat... Want je gaat het natuurlijk altijd een beetje met elkaar vergelijken. Ik weet niet wat Xbox gaat doen dan volgende week zondag. Maar ja... Ik bedoel, uiteindelijk, als zij nu met een knaller komen... Dan weet ik niet wat daarin gaat gebeuren, man. Dat ze helemaal lijpe games gaan aankondigen en noem het maar op. Ja, E3 is toch niet meer. E3 is niet meer. Alleen dit is wel de... Eigenlijk wat we nu kijken was normaal gesproken E3 geweest. Dus dan was het PlayStation een deel, dan was dit, dat. Maar nu doen alle bedrijven, al die uitgevers, makers, noem het maar op. Die fixen allemaal hun eigen show. Dus dit is een beetje... Maar tegelijkertijd zou dit misschien een strategie kunnen zijn dat Sony een beetje zo van, hey, wij hebben al ons show gedaan nu. Ja. Yeah. Laten we even wachten wat Microsoft doet. Ja, ja, ja. Omdat ze verwachten die heel dik gaan uit. Want het is een strijd die ze voeren. Tuurlijk. Misschien willen ze nog niet te veel laten zien. Het zou een tactiek kunnen zijn. En klopt, ik lees in de chat, ja, maar die verwachtingen worden niet geschept. Dat doen wij zelf, want ze hebben dit en dit aangegeven. Maar zo'n showcase wordt nooit helemaal specifiek uitgelijnd van dit en dit en dit en dit ga je zien. Er is altijd een verrassingselement. En dat creëert dat wij nu hier met z'n allen zitten en daarna willen kijken om toch iets van een verrassing te krijgen. Weet klopt. Je? Ja, en dat is helaas... Ja. Hoe vaak doen ze zo'n State of Play per jaar? Een aantal keren. Dit is de zoveelste. Ik weet niet precies hoeveel. Ik hoor Alf is op de achtergrond. Alf is iets aan toevoegen? Nu gaat de God praten. Alf is, laat even weten wat jij allemaal denkt, zodat we allemaal akkoord kunnen zijn. Deze show valt dan inderdaad onder de E3-periode van die Summer Game Fest en die andere shows ook samen met Gamescom. En de verwachting van vorig jaar was ook dat Sony met een grote showcase ging komen. Die werd hetzelfde zoals we nu hebben. Dus wij kregen eerst een State of Play en
Rond de periode van september kwam PlayStation met hun showcase met hun first party titels. En daar hebben ze toen echt met de grote knallers gekomen met een Spider-Man 2, met Wolverine, met denk ik een andere first party titels. Gran was er toen ook Horizon aangekondigd of dat niet? Of was dat al veel eerder? Horizon is aangekondigd op de CES van dit jaar samen met de PlayStation VR 2. Oké. Ja. Alright, dus je denkt misschien van nu komen ze een beetje met dit, dan gooit Xbox, Microsoft gooit iets in de strijd en dan zullen ze misschien zelf nog in september nog met een knaller gaan komen. Of het kan nog eerder zijn tijdens de Gamescom, omdat er verwacht wordt dat er wordt publiek toegelaten op de Gamescom. Misschien dat ze die showcase verplaatsen naar de Gamescom, omdat ze daar effectief iets groots kunnen doen. Okay. Het is afwachten wat we nu Sony gaat doen. Ja. Maar er zal wel een antwoord komen op de showcase van Microsoft. Dat is altijd zo geweest. Eerst was het Sony en dan komt Microsoft met een antwoord. Het zal nu ongeveer dezelfde verwachting zijn. Ja, oké. Maar goed, weet je, kijk, hoe dan ook, zij hebben nu een manier gevonden. Dit is nieuw en deze showcases worden meerdere malen over het hele jaar heen verspreid. En ze verspreiden zo'n beetje wat ze gaan uitbrengen, wat eraan zit te komen. En natuurlijk bewaren ze save the best for last. Ik verwacht ook echt wel voor het einde van het jaar dat we nog een keer iets gaan krijgen van Sony. Maar goed, dit was het voor vandaag. Dit was de showcase. We kunnen filosoferen, praten, maar we hebben wat titels. Ik moet zeggen, om de positieve dingen te benoemen, de remakes van de Resident Evil franchise zijn wel echt heel fucking... Dat is niet, je moet dat niet zien als... ze hebben echt... De tweede deel en de derde deel die ik heb gespeeld. Ik snap eigenlijk niet waarom ze deel 1 niet hebben geremaked. Mm-hmm. Is die niet geremaked? Nee, toch? Nee. Ik heb twee en Resident Evil 3. En nu zijn ze dus naar 4 gegaan. Maar die deel 2 is gewoon een nieuwe game. Is echt een hele nieuwe game. Ziet gewoon echt. Klopt. En als ze dat nu ook doen met 4, ik ben benieuwd. Dus dat was wel nice, hoor. Dat was niet iets waarvan ik dacht van matig. Ja, het is gewoon meer dat je denkt van... mensen zijn nu weer zo aan het wachten. Aan het snakken naar zo'n nieuwe game... waar ze gewoon hun geld op kunnen smijten... om lekker in de zomer gewoon iets tofs te gaan spelen... of in het winterseizoen of wat dan ook... wanneer die games überhaupt uitkomen. Want veel zal in 2023 komen. Dat is het denk ik ook meer, bro. Dat we gewoon met z'n allen wel een beetje weer wachten op iets tofs, iets nieuws. Gewoon iets zieks ook. En op zich, er is ruimte ook. Want nu, Elden Ring had natuurlijk nu een paar maanden geleden had best wel de spot geclaimd. Van een nieuwe game die heel veel mensen speelden. Maar als ik nu dan kijk, mensen zijn toch weer een beetje teruggekeerd naar hun eigen shit. Ik check ook even op Twitch van wat er eigenlijk, of ik niet iets mis. Ja, dat klopt. Kijk, wat ik persoonlijk echt wel mis... Ik ben van huis uit standaard wel echt een groot liefhebber van singleplayer games. Ik speel heel graag gewoon lekker een singleplayer verhaal... waar ik van alles en nog wat aan het doen ben. Of het nou een indie is of een AAA. Maar daar hou ik van. Maar toch... heb ik wel nu echt de drang, jij ook natuurlijk, we zijn allebei content creators, om een vette multiplayer game te doen die je langere tijd een beetje kan spelen naast los van de multiplayers die we kennen. En één daarvan, ik weet niet, die heb jij volgens mij ook gecheckt, dat is The Day Before. Weet je nog die Division-achtige game waar ze mee bezig zijn? Die speelt zich af in een open wereld met zombies en al die shit. Mm. Dat is iets waar ik echt naar uitkijk en een hoop heb van... Laat dit nou eentje zijn. Daar heb ik nieuws over Izzy en Mork, over die game waar Izzy het nu over heeft. Ja. Die game is na 2023 verplaatst, omdat die werd op Unreal 4 engine gemaakt. En die wordt nu naar Unreal 5 engine gepoord. Die is wel uitgesteld, maar kan echt interessant worden. Ja, ik ben hier wel benieuwd naar. En ik hou mijn hart vast, want ik ben vaker teleurgesteld
dat ze dat downgraden naar een niveau dat je denkt, hè, dit zag er toch anders uit in de trailers. Maar het is een open wereld game, dus een open world MMO. Ja. Ja, kan ziek zijn, bro. Dit steltje, bro. Dit weet je, een beetje Tarkov-achtig, een beetje Division-achtig, survival. Ja. Ja, dit spreekt mij maar wel wat aan. Wat is dan het einddoel? Bouw je shit? Doe je quests? Weet ik veel. Neem je shit over? Dat moet dus blijken. Dat is nog niet heel veel over verteld, behalve wat je dus nu ziet. Dit is de gameplay. Waar schiet deze man op, bro? Hij schiet helemaal rechts, links. Dus, hij raakt targets. Ja, Days Gone lijkt er ook op. Dit zijn wel de titels waar ik echt hoop voor heb. Ja, het is inderdaad een beetje apart die game. Dus, dat boeit niet. Maar uiteindelijk, ja, kijk, het ziet er wel tof uit. Maar ja, wat gaat het uiteindelijk zijn? Ik zeg je eerlijk, broeder. The Division had een van de lijpste games ooit kunnen worden. Echt waar. Zeker. Die game had zoveel potentie, man. Holy shit. Vooral die eerste, qua vibe en hoe dat eruit zag. Ja. Ja, het miste op een gegeven moment toch wel die content en shit. En mensen waren het ook wel zat om gewoon alleen maar dezelfde raids en al die troep te doen. Qua PvP ook, met die Dark Zone, toch volgens mij? Ja, Dark Zone. Dark Zone vond ik echt fucking gruwelijk. Ja. Alleen het idee al, dat je daar naartoe gaat en dat je een exit moest vinden en daar de loot kon in meenemen. Een andere team die je daar opwacht. Ja, dat was vet, weet je. Maar goed, dit moet zo. Ja, dit geeft mij een beetje een DayZ-vibe, man. Ja, een beetje DayZ ook. Klopt, klopt. Een beetje alles samen. Ja, maar dan misschien ietsje dat alles nog net even wat soepeler werkt of zo. Al moet ik zeggen dat DayZ custom servers wel echt fucking goed zijn, maar... Ja. Maar dat is een beetje waar ik naar zoek. Waar ik echt naar uitkijk. En ik ben benieuwd, bro. Ik ben benieuwd, man. Als je dit gewoon hebt met open world inderdaad, survival, een beetje PvP, maar ook wel echt een doel dat je echt wat lijpe shit kan doen. Ik weet niet wat, maar als ze met iets, iets speciaals komen, zou wel tof zijn. Game ziet er wel nice uit. Maar ja, daar redden we het niet meer mee, hoor. Het moet wel echt gewoon goede shit zijn. Het moet echt goede shit. En wat je net zag, je ziet nu wel dit is super belangrijk dat die aim goed aanvoelt. Dat het schieten goed aanvoelt. Weet je, als dat niet goed werkt, dan voelt het een beetje als aan een arcade-achtige shit. Ja, is hier een autobandje aan het repareren? Zijn dat soort dingetjes. Ja, man. Ze zijn hier bij een gekke barn met lijpe zombies en shit. Ze komen straks, ze gaan dat huis in, dan gaat de alarm af en dan komt er een politie aan. En die politie is ook dus iemand die ook, deze guys die nu aankomen, dat zijn ook echte spelers. Dus kennelijk neem je ook een rol aan in die wereld. Ja, dat is gewoon een agent in die wereld, gewoon een andere speler. Ja, dus het is een beetje een soort van roleplay-achtig... Ziek. Gebeuren, man. Ja. Kijk dan, ze komen inderdaad aan. Dat is wel ziek. Ja, dit. Bro, besef dat je een echte roleplay server zou hebben in deze game. Het zou wel fucking ziek zijn, man, bro. Kijk, dan zou ik echt daarin gaan, man. Dat zou echt fucking lijp zijn. Maar gewoon echt RP to the fullest. To the fullest, ja, man. Zo, ik mis dat soort shit wel, hoor. Dat gewoon een game, boom, dit gaan wij, hierop gaan we ons focussen. Roleplaying. Dan heb je niet per se een endgame nodig. Wat gaan we nu doen, man? We zitten vast hier, what the fuck? Die guys zitten daarbij. Weet je, dat je gewoon echt... Ja, man. In die actie zit en iedereen zijn rol heeft. Ja, dat zou heel vet zijn. Hi, bro. Dat is speculeren en dromen. Dit was State of Play 2022. Ja, man. Nice. Good shit. Pixel Praat. Number 4. Chat. Ja, goeie shit, man. Hey broeder. Als je nog wat wil zeggen. Hey, als jullie via YouTube kijken, check IC ook. Het is nu 1:15 in de nacht. Iedereen is fucking muff waarschijnlijk ook. Chat, typ even muff in de chat, zodat je nog even in de video bent. Muffigheid. Hey, was nice, broeder. Ja, man.
Slaap lekker, bro. Wat moet ik zeggen? Ik ga hem ook afsluiten, man. Ik chill hem nog eventjes met de chat en dan ga ik hem ook afsluiten, man. Hey, right. Thanks, broeder. Was nice. Hey, Alvis, jou ook bedankt. Mots, thanks. Goeie shit. Thanks voor alle info. Later, broeder. Rustig aan, man. Later. Peace. Later.